tafeltje van 1 meter hoog en 2,5 meter breed. En die weegt zomaar 10 kilo. Daar zijn ze. Oh, wauw. Dat zijn echte schoonmakers, of niet? Klopt. Veel dieren in de natuur ruimen andere dode dieren op. En de gier is denk ik wel de bekendste in de categorie lijkenpikkers. Echte aaseters. Ze gaan er echt voor. Gaaf, hè? Aaseters jagen meestal niet en ze doden geen levende dieren. Ze eten alleen dieren die al dood zijn. En die hyena's die doen dat ook. En samen zijn zij echt wel dé schoonmakers van de graslanden in Afrika. En dat schoonmaken, dat doen die gieren echt grondig. Zo'n vreedfestijn gaat er best fanatiek aan toe. Dan is zo'n kale nek heel handig. Dat heeft hij niet voor niets. Want als ze met hun kop in rottend vlees met maden zitten te vroeten, dan blijft al die viezigheid tenminste niet aan nekveren plakken. Maar hoe komt het dan dat wij het eten van karkassen niet zouden overleven en die gieren totaal geen last hebben van al dat rottende vlees vol met gevaarlijke bacteriën? Dat komt omdat hun maagzuur 10 keer zo zuur is als dat van de mens. Je kan het vergelijken met puur zoutzuur. En moet je eens kijken wat er gebeurt als je daar een roestend stuk staal in stopt. Ja, en je ziet het ook aan de kleur. De roest lost helemaal op in het water. Ja, kijk. Je ziet gewoon hier hoe de roest er afgebeten is. Als je dit ziet, kan je toch niet voorstellen dat er ziektekiemen zijn die zo'n heftig maagzuur kunnen overleven. In Nederland gaan ook wel eens dieren dood. Edelherten, zwijnen. Hoe komt het dan dat we de gier hier niet zien? Dat komt omdat in Nederland de dode dieren eigenlijk heel snel opgeruimd worden door mensen. Als we dat nou niet zouden doen, dan verwacht ik dat je een gier al heel snel weer vaker gaat zien in Nederland.